Ik reed in Duitsland op de autobaan met natuurlijk autopilot aan, heerlijk, zonder handen, toen ik het nieuws hoorde van Tesla. Elon Musk gaf gisteravond een persconferentie en een verrassende aankondiging. Nou ja, we wisten het allemaal wel, maar autopilot 2.0 komt eraan. Het heet eigenlijk geen autopilot meer, het heet autonomous rijdende vehicle en het is spectaculair. Een maand geleden had ik een post over Nvidia die een waanzinnige hardware aankondiging deed over een platform voor autopilot. En het blijkt dat Elon Musk en die CEO van Nvidia, die zijn vrienden, dat die dat nu al in de hardware van de auto heeft gestopt. Elke Tesla, Model X, Model S en straks ook Model 3, heeft gewoon een nieuwe integratie van het Nvidia platform. En dat is echt waanzinnig. Want dat gaat ervoor zorgen dat je gewoon een hele zelfrijdende auto hebt. Alle Tesla's krijgen 4 of 8 camera's, daar moet je wel voor betalen, is optie. En dan met de nieuwe software erbij. En een platform wat 40 keer zo krachtig is als nu in de Tesla zit. Oneindig veel beter dan Mobileye. Mobileye is hiermee gewoon uitgeserveerd met deze actie. En daarmee kan de Tesla gewoon van jouw huis, kan hij naar het werk gaan. En dan niet alleen maar hier, zo op de snelweg, met een goede weg. Maar echt ook op een gegeven moment thuis. En stoppen voor stoplicht. En rekening houden met navigatie. Gewoon echt rijden naar de plek waar je naartoe moet. Op alle wegen weet hij wat hij moet doen. Op de snelwegen kan hij natuurlijk prima zijn weg vinden. Door de vele camera's om zich heen. En dat hij ook 150 meter achter zich en 250 meter voor zich kan rijden, is het absoluut veilig. Hij kan afritten nemen. En als hij de afrit neemt, kan hij ook gewoon stoppen en een scherpe bocht naar rechts maken. De beelden worden op een slimme manier geanalyseerd en hij weet precies wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Scherpe bochten naar links, naar rechts, in de stad rijden, buiten de stad, dat werkt allemaal gewoon prima. Hij kan heel goed objecten identificeren en die ook op een gegeven moment vermijden. Nou, als je dan op een gegeven moment in de buurt komt van je werk, dan wordt het helemaal leuk. Dan krijg je nog even een signaaltje dat je op een gegeven moment moet voorbereiden. Daar de auto parkeren, jij kunt gewoon uitstappen, je hoeft niets meer te doen. Dat heet level 5. De hardware is er geschikt voor, de software duurt nog even, maar in december komt de software al gewoon in de nieuwe auto's. En dat is een reuze stap vergeleken met deze autopilot. Want dat betekent dat je hem overal kunt gebruiken en dat je ook gewoon hem uit kunt lenen en dat andere mensen hem kunnen gebruiken. De extra kosten zijn 4.000 tot 8.000 euro. Plus de kosten natuurlijk van de autopilot zelf, die 3000 euro blijven. En dan is natuurlijk de grote vraag, past dat ook gewoon in de bestaande Tesla's? Nee, dat gaat niet gebeuren. De bestaande Tesla's hebben natuurlijk gewoon autopilot versie 1.0. Die wordt natuurlijk beter doordat het fleet management wordt. Maar dit soort dingen, autonoom rijden, de auto gewoon parkeren op afstand. En hij kan ook gewoon een kwartier verderop zich parkeren. Dus dat is ook niet echt dat hij gewoon binnen 30 meter moet zijn. Nee, hij kan overal zich parkeren. Maar wil je dit hebben, dan zul je een nieuwe Tesla moeten kopen. De hardware zit al in de Model X, de Model S en ook de toekomstige Model 3. Dus wat dat betreft ben je klaar. Plus de kosten van de sensoren die erin gebouwd moeten worden. Allemaal gaan kijken. Het is briljant. De toekomst is weer veel sneller dichterbij gekomen dan we ooit dachten. Goed gedaan, Elon Musk. Top. Alleen ik moet wel mijn Model X nu gaan verkopen voor de nieuwe. Ah!